Deze webles is deel 2 van de samenvatting over het onderwerp medische beeldvorming. En In deze webles wil ik gaan kijken naar de invloed van ioniserende straling op de mens en hoe je dat kunt meten, en vervolgens ook een aantal verschillende medische toepassingen in de revue laten passeren. En ook vooral die toepassingen die moet je uit elkaar zien te houden voor het centraal examen. Laten we eerst kijken naar straling en het effect op de mens. Wat blijkt het geval te zijn? Zelfs al zoek je het niet op en loop je gewoon een jaar lang rond in Nederland, dan kun je, ontkom je er niet aan dat je straling zult ontvangen vanuit uit verschillende stralingsbronnen. Um, dat kan natuurlijk zijn omdat je in het ziekenhuis bent geweest, maar bijvoorbeeld in de bodem en in bouwmaterialen en in voedsel bevinden zich ook instabiele atoomkernen, die vervallen en tijdens het vervallen ioniserende straling uitzenden. Dus je wordt dan blootgesteld eigenlijk aan straling, terwijl je daar niets aan kunt doen. In de praktijk blijkt het ook eh, niet aantoonbaar kwaad te kunnen, want het is een hele lage dosis. En deze straling noem je alles bij elkaar de achtergrondstraling. En een gedeelte van die achtergrondstraling komt niet eens van de aarde, maar komt vanuit het heelal en dat heet dan de kosmische straling. Wanneer je uh, te maken hebt met uh, straling ontvangen als uh, mens, dan kan het op twee manieren. Je kunt worden bestraald, of je kunt worden besmet. En het grote verschil is dat bij een besmetting er um, instabiele atoomkernen, radioactief materiaal, zich bevindt in je lichaam. En het mogen duidelijk zijn dat uh, besmetting in de meeste gevallen ernstiger is dan bestraling, want van bestraling kun je weglopen. En besmetting, ja die neem je dus mee. Het is belangrijk dat je op een of andere manier een maat hebt van hoeveel straling er uh, ontvangen wordt door een lichaam of een lichaamsdeel. En daar hebben we twee grootheden voor die daar, um, die daar inzicht in geven. En de eerste is de stralingsdosis, hoofdletter D. En de stralingsdosis bereken je door het na te gaan hoeveel stralingsenergie er is, er is vrijgekomen uh, op hoeveel, gram of kilogram lichaamsmateriaal. En de eenheid van um, stralingsdosis is de gray. Nadeel van deze grootheid, stralingsdosis is dat je geen rekening houdt met uh, het soort straling waar me, waaraan je blootgesteld wordt, want we hebben al in de vorige webles gezien dat alfastraling een groter ioniserend vermogen heeft dan bijvoorbeeld beta- en gammastraling en dus meer schade kan berokkenen aan uh, ook jouw lichaamscellen dan die andere twee stralingssoorten. En om daar rekening mee te houden, is er nog een tweede grootheid bedacht, en dat is dus dosis-equivalent. En die formule ziet er als volgt uit: hoofdletter H, en die is eigenlijk uh, de, de stralingsdosis maal een weegfactor. En met die weegfactor kun je aangeven met wat voor soort straling je te maken hebt. Alpha-straling heeft een weegfactor van 20, bijvoorbeeld, en beta- en gamma-straling heeft een weegfactor van 1. Nou, hoe hou je die twee nu uit elkaar? Uh, je kunt natuurlijk uh, naar de formules kijken, maar ook een uh, aanwijzing is de eenheid die gebruikt wordt. Want de stralingsdosis is uitgedrukt in gray, en het dosis-equivalent is uitgedrukt in de sievert. Hoe kun je nu meten hoeveel straling je ontvangt? Nou, daarvoor heb je bijvoorbeeld um, een dosimeter. Je hebt ook andere meetapparatuur, maar een dosimeter um, zie je relatief vaak. Die draag je op je lichaam gedurende bijvoorbeeld de hele dag. En aan het einde van de dag kun je dan aflezen hoeveel straling je ontvangen hebt. Ja, wanneer is dat dan erg? Want je ziet in het plaatje dat je per jaar 2,4 millisievert aan straling ontvangt. Eh, als achtergrondstraling. Nou, er zijn verschillende normeringen voor. Die kun je vinden in BINAS. En eh, de meest standaard normering eh, in een gewone situatie, een gewone burger in Nederland. Op het moment dat de extra straling die je ontvangt. ...door uh, een bepaalde activiteit niet meer is dan 1 millisievert... ...dan voldoe je nog aan de norm. De vraag is natuurlijk hoe kan ik mezelf beschermen tegen straling. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt uh, ver weg blijven natuurlijk van zo'n bron. Je kunt zorgen dat het, uh, de contacttijd in de buurt van de bron ook minimaal is. En, en je zou jezelf kunnen beschermen door materialen tussen jou en de bron aan te brengen. En waar je dan gebruik van maakt is... Van het effect dat straling wordt tegengehouden door materie. En eh, bij alfa- en beta-straling is dat vrij eenvoudig, want die hebben allebei een dracht. En zolang jou, jouw blokkade dikker is dan die dracht, zal er geen enkel deeltje doorkomen. Maar gammastraling is iets vervelender in dat opzicht, want gammastraling kun je nooit helemaal tegenhouden, maar je kunt het wel verminderen. En wat daarbij een rol speelt, is de zogenaamde halveringsdikte. En de halveringsdikte is de dikte aan stof die je nodig hebt om dat specifieke soort gammastraling voor de helft tegen te houden. En maak je dan jouw uh, muurtje twee halveringsdikte dik. Dan zul je de helft van de helft overhouden. En bij drie halveringsdiktes de helft van de helft van de helft, etcetera. Als je dat uitzet, dan krijg je een zogenaamde doorlaatkromme. Die lijkt heel erg. Op het plaatje wat je in de vorige webles hebt gezien. Dit is ook een uh, exponentiële functie. Sterker nog, ook de formule lijkt er heel erg op, want daar zit ook zo'n half tot de macht in. En uh, waar hangt nou uh, de intensiteit van af? Want I staat hier voor intensiteit. Die hangt natuurlijk af van de, de beginintensiteit. Die hangt af van de halveringsdikte van het materiaal. En ook daarvan heb je een tabelletje in BINAS. Daar kun je verschillende materialen opzoeken. En het hangt af van de dikte. Van de muur waarmee je jezelf beschermt. Wat je vaak ook ziet, is dat ze voor I0 niet een bepaalde waarde nemen, maar dat ze die stellen op 100%. En dan komt er bij de intensiteit ook een bepaald percentage ten opzichte van jouw beginintensiteit uit. We gaan eens kijken naar een aantal toepassingen: een aantal medische toepassingen waarbij ze al dan niet ioniserende straling gebruiken om een afbeelding te maken van iets in het lichaam. En het meest bekende is natuurlijk de röntgenfoto, waarbij je gebruik maakt van röntgenstraling. En röntgenstraling is niets anders dan uh, gammastraling gemaakt door de mens. En waar je hier gebruik van maakt, is dat verschillende weefsels in, in dit geval bijvoorbeeld je hand, ook een verschillende halveringsdikte hebben. Dus het ene weefsel houdt de röntgenstraling beter tegen dan het andere weefsel, bot houdt het beter tegen dan uh, spieren. En als je dus een foto maakt, dan zullen de botjes eh, afsteken tegen eh, het weefsel dat er omheen zit. Nadeel natuurlijk van röntgenstraling is dat je jezelf toch blootstelt aan een klein beetje eh, straling. Je bestraalt een lichaamsdeel bewust. Bij een CT-scan gebeurt dat nog eh, veel meer zelfs. Want een CT-scan is eigenlijk niets anders dan. Een uh, grote verzameling aan röntgenfoto's uh, die allemaal onder een andere hoek zijn gemaakt, en daardoor kun je zelfs 3D-plaatjes uh, fabriceren van uh, vooral de, de weefsels in jouw lichaam die straling niet goed door kunnen laten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld botten. CT-scan heeft dus zorgt dus voor een enorm grote bestraling vergeleken met röntgenstraling. Dus wanneer een arts hiervoor kiest, dan heeft hij of zij daar een hele goede reden voor. De derde soort straling is eigenlijk heel iets anders. Dat is namelijk MRI-straling. Een MRI-straling, een MRI-scanner, die werkt met een heel sterk magnetisch veld waar de patiënt in wordt gelegd. En dat magnetisch veld dat zorgt ervoor dat uh, wateratomen kunnen worden aangeslagen. Die vervallen vervolgens weer terug. En bij dat terugvallen zendt uh, zo'n waterstofatoom straling uit. En die straling kun je dan Opvangen met uh, detectoren. En zo kun je uh, ook in het lichaam kijken. En wat een MRI-scan goed kan ten opzichte van röntgen- en CT-scans, is vooral het zachte weefsel ook duidelijk zichtbaar maken. Want het zachte weefsel, dat, bevalt, dat bevat juist veel meer water dan bijvoorbeeld bot. De volgende is een beetje een vreemde eet in de bijt, want dat is de echografie. En de echografie heeft als uh, grote voordeel Eigenlijk samen met de MRI-scan dat je je lichaam niet hoeft te bestralen. Uh, echografie werkt juist met uh, geluidsgolven, en geluidsgolven die zorgen helemaal niet voor een bestraling en zijn in die zin dus ook uh, niet schadelijk voor jouw lichaam. En uh, de geluidsgolven zijn ultrasoon, dat wil zeggen dat je ze niet kunt horen. En hoe werkt nu dit principe? Dat ultrasone geluid, dat wordt door sommige weefsels beter teruggekaatst dan andere weefsels. Eigenlijk krijg je dat bij elke overgang van de ene weefselsoort in en de andere weefselsoort. Je gedeeltelijke terugkaatsing krijgt van het geluid. En door dat goed te meten met een microfoon en dat vervolgens met een computer te verwerken, kun je daar zelfs plaatjes uit halen. En hier zie je dus ook een ultrasoon plaatje van een hand. De volgende... Uh, Toepassing is de zogenaamde nucleaire diagnostiek. En wat je bij een nucleaire diagnostiek doet, is je, dat je gebruik maakt van een zogenaamde tracer. Dus in tegenstelling tot de röntgen en de CT-scan, waarbij je een uh, lichaamsdeel bestraalt. Ga je nu een lichaamsdeel uh, doelbewust besmetten. Je spuit een uh, radioactief materiaal in die uh, zich ergens in het lichaam gaat ophopen. En uh, daar dan gaat vervallen en daar dus ook straling uitzendt. En door vervolgens die straling zichtbaar te maken met uh, sensoren, met gevo uh, stralingsgevoelige sensoren, kun je dan ook weer plaatjes maken van verschillende lichaamsdelen. Tot slot is daar de PET-scan. En de PET-scan is eigenlijk een beetje een combinatie van die nucleaire diagnostiek en, um, en uh, de zeg maar de ct-scan. En wat doen ze bij een PET scan? Ook hier gebruiken ze een tracer. Ze um, spuiten een stofje in en dat stofje dat vervalt onder uitzending van een positron. En door dat stofje nu slim te koppelen aan, een, uh, aan andere stoffen kun je dus uh, bewerkstelligen dat het stofje zich ergens gaat ophopen in het lichaam en het zal daar vervallen. Um, er zal een positron vrijkomen. Dat positron dat zal botsen met de eerste beste elektron dat het tegenkomt. En positron is eigenlijk het antideeltje van het elektron. En wat je dan krijgt, is dat het positron en het elektron samen verdwijnen en uh, omgezet worden in twee gamma-fotonen: twee energierijke gamma-fotonen. En die gamma-fotonen kun je vervolgens weer uh, opvangen met sensoren buiten het lichaam. En zo kun je dus ook van buiten het lichaam in het lichaam kijken.